En Guido, we spraken ook Mart op een première van een collega. Ja, in Bussum in Spant, dat zagen we ook net van Yves Berendsen. En ja, Yves Berendsen, een hele leuke gast uit Zandvoort, 30 jaar inmiddels. En die heeft zijn carrière wat langzamer opgebouwd dan de meeste artiesten. En ja, hardlopers en doodlopers, misschien is dat hartstikke goed. Hij is op zijn 18e op een surprise party voor zijn eigen verjaardag, is hij gewoon begonnen met zingen. En dat vond hij zo leuk, dat is hij blijven doen. Hij komt uit Zandvoort, daar heb je een heel leuk café, de Klikspaan in de Haltestraat. En daar is hij elke laatste zondag van de maand is hij daar met bekende collega's gaan zingen. Hij heeft eigenlijk een beetje zijn eigen format daar bedacht. Nou, dat is uiteindelijk een beetje op de radar van iemand, een scout van een platenmaatschappij tegengekomen. Toen is het echt een beetje gaan groeien. Nou, in het eerste jaar dat hij zijn eerste muziek uitbracht, was 2016, 8 jaar geleden, won hij gelijk een Buma Award voor beste nieuwkomers. Dat was natuurlijk een mooie kick-off. Ja, hij heeft in de Avals Live gestaan, in het Concertgebouw, de Amsterdamse Zomer. Toevallig heb ik afgelopen zondagavond in de Oranje Zondag gezeten. En daar trad hij live op. Hij krijgt echt zo'n hele zaal mee, hoor. Met jij bent ook wel een fan. Potentiële zomerhit. Want hij heeft ook een leuk nieuw nummer. Zin in jou. Nou ja, ik bedoel, we zagen hem ook bij 1518 Breda op het podium staan. Hij krijgt iedereen mee. Al ja, die we hebben hem volgens mij ook. Misschien kunnen we er even naar luisteren. Is deze. Ja. Oh ja. Heerlijk nummer. Zin in jou. Sander heeft er wel zin in, hoor ik. Maar ook echt een hele, en dat zijn natuurlijk wel meer, maar een hele sympathieke jongen. Nou, in het Spand in Bussum, daar begon dus vanavond zijn theatertour. En het gaat zelfs zo goed dat, als ik goed ben geïnformeerd, volgens mij 3 van de 7 shows al volledig zijn uitverkocht. Dus ik denk echt dat we hier wel te maken hebben. Een nieuwe ster, Yves Berendsen uit Zandvoort. Ja, ja, en we hebben hem ook gesproken. Laten we er even naar kijken. Het is wel heel spannend. Het is dan de première. We hebben wel al 4 shows gehad. Dus het is niet echt de allereerste show. Maar het is vanavond wel een show waar heel veel vrienden, familie, collega's, pers bij komt kijken. Dus het heeft wel een andere lading als de voorgaande shows. De genodigde gasten hebben allen hoge verwachtingen van Yves. Ik weet wel dat Yves een van de betere zangers van Nederland is. Het is een goede vriendje van me. En hij maakt er wel een leuke sfeer van altijd. Het is iemand met een hele warme stem, die ook wel kan raken, vind ik. Dus van alles wat. Gezellig avondje. Het is eigenlijk een chronologische reis vanaf het allereerste begin dat ik begon met zingen, zeg maar mijn 19e. Ik begin ook met het allereerste liedje wat ik ooit zong, Calling Out Your Name, van René Vroeger. En dus het is wel heel leuk dat hij er dan vandaag tijdens deze première bij is. Ik vind het altijd bijzonder als mensen mijn liedje zingen natuurlijk. En met name ook als ze zelf een carrière gaan maken. Dan is het natuurlijk extra leuk. Ja, maar ik zat dus te kijken, dus voordat René Vroeger in beeld kwam, ik dacht, het lijkt echt op een jonge René Vroeger. Ja. Misschien is het nog beter of niet? Huh? Durf je dat die had ik nog niet, 1, 2, 3. Nee, ja. Nee, ja, niet zozeer, maar ook qua stemgeluid. Ja. Nee? Okay. Laten we gaan naar iemand anders. Zo'n kennis. Sandra, die hoort enorm krekels hier aan de tafel.